Naast mij Leon Opdam. En Leon, ja, dit is wel heel erg lekker, hè? Dat, geniet jij ook zo van die trainingsavonden, zo lekker door de week? Ja, ik vind het wel heel leuk, die trainingsavonden. Vooral op partijtje, dan kan je lekker scoren. Ja, partijtje is lekker. Partijtje op zo'n klein veld, dat is ook zo lekker, hè? Dat is zo modern, hè? Wij deden vroeger eigenlijk veel te snel partijtje op een heel groot veld, toen ik zo oud was als jij. Maar hier kom je veel meer aan de bal, hè? Ja, hier kom je wel veel meer aan de bal, ja. Ja, en ik stond daar net speeltje, dan is het wel fijn, want je wordt vaak aangespeeld en dan scoor je gewoon lekker in de goal. Nou, hoe gaat het met het hele team op zich? Ja, ons team gaat wel goed. We hebben 2 weken of 3 weken geleden twee legermannen gehad, dat je moet samenwerken. Ja, en dat gaat nu wel goed. Ja, en jullie hebben te maken natuurlijk met tegenstanders die over het algemeen lichamelijk wat sterker zijn hier en daar, hè, heb ik het idee. Ik heb ook wel een wedstrijd van jullie gezien dat ik dacht, wat een verschillen. En daar moet je dan heel slim onderuit voetballen, heb ik het idee. Hè? Ja, daar moet je slim onderuit voetballen, ja. Wij hebben, ja, Tom is heel snel in ons team. Ja, ik ook. En dan als we een lange bal krijgen, kunnen we die kans benutten. Tom wie? Tom Heimessen. Tom Heimessen. Ja, ik vind dat jullie er bovenop zitten en dat je ook vreselijk goed luistert van druk zetten. En dat doe je dan ook gelijk. En 3 keer per week trainen, hè, of niet? Ja, 3 keer per week. Ja. Dat is ook lekker, hè? Ja, dat is wel lekker, ja. Heb jij altijd bij DVS gespeeld? Nee, ik heb bij Zwart-Wit en Hierden gespeeld. En vanaf hier ben ik naar DVS gegaan. Ja, je hebt een bewuste keuze gemaakt voor DVS? Ja. En daar sta je nog steeds achter? Ja. En daar geniet je enorm van? Ja, daar geniet ik wel van, ja. En wat vind je het mooiste aan het spelletje? Alles, ja. Scoren, maar ook gewoon assist geven. Ja, assist, ja. Jij staat meer voorin? Ja, ik sta meer voorin rechts buiten en heel soms spits. Oké. Hey, heel veel succes deze competitie, jongen. En de tweede helft van de competitie, dan gaan jullie punten pakken. Ik weet het gewoon zeker. Ja, dat weet ik ook zeker. Ja, oké, Leon, bedankt. Naast mij de trainer van D1, jeugd onder de 13. En we hebben ze heel fanatiek zien voetballen en zijn ze nog steeds mee bezig. En Marco, heerlijk om zo'n groep te trainen, hè? Zeker heerlijk, ja. Vooral het enthousiasme van die spelers. Ja, leuk. Het komt er wel overduidelijk uit, hè? Je schreeuwt ook steeds druk zetten. Dat doen ze ook behoorlijk, moet ik zeggen. Ja, het is ook wel nodig. We zitten in een zware competitie waar wij fysiek zijn niet de sterkste. Het ploegen met grote jongens. Dus ja, dat is belangrijk om juist wel die felheid erin te brengen. En daar zijn we nu mee bezig. Ja. Op deze leeftijd zijn die verschillen vaak lichamelijk zo enorm groot. Is dit ook een eerstejaarsgroep over het algemeen ook, D1? Nee, over het algemeen niet. Er zitten 4 eerstejaars in. En de rest is wel tweedejaars. Ja. Maar voetballend zit er het nodige in. Maar ja, ze moeten nog even wat sterker worden. Nou, er zit genoeg in voetbal. Alleen het niveau, derde divisie, is best hoog. Het komt wat meer bij kijken dan alleen voetballen. Tot nog toe resultaten. Ik geloof dat je 1 keer gewonnen hebt, 1 keer gelijk. Heb ik daar gelijk in of niet? We hebben 1 keer gewonnen en 2 keer gelijk. Ja, dus het resultaat, het valt nog tegen. Maar het gaat wel steeds beter. Ja, ja. Het grote doel is in eerste instantie handhaven in deze klasse. In deze divisie, moet ik zeggen. Divisie inderdaad, ja, dat is zeker de doelstelling. Ja. Ja, verder moeten we ook niet kijken, gewoon plek 10 minimaal of hoger. Ja. Denk je dat de tweede competitiehelft ook echt gaat gebeuren? Ja, het gaat zeker gebeuren, blijf erin, daar zijn wij van overtuigd, Robin en ik. Aanstaande zaterdag CSVA is 1 plaats boven ons. Ja, dat wordt gewoon weer belangrijk en vlak voor de winst op nog 2 zeer belangrijke wedstrijden. Is dat een thuiswedstrijd aanstaande zaterdag? Aanstaande zaterdag spelen we uit, ja, in Apeldoorn. Uit in Apeldoorn, CSV Apeldoorn. Ja, klopt, ja. Ja. Nou, heel veel succes met deze groep. Dankjewel. Okay. Komt goed. Bedankt. Yes. Ik heb 2 dochters gekregen, Vivian en Mieke. Maar als ik een zoon had gehad, dan had hij ongetwijfeld Figo geheten. Want daar was ik altijd een fan van het Portugese nationale team. En wat schetst mijn verbazing, wie staat er naast me? Figo! Ja, klopt. Klopt. Ja. Ben jij vernoemd naar Figo? Volgens mij niet, maar ik weet niet zeker. Je weet niet zeker? Ja, maar voetbal je altijd al bij DVS of niet? Ja, sinds toen ik 3,5 jaar was, begon ik in de Barbino's. Toen ben ik steeds hoger gaan voetballen naar de World Cup. Ja. Toen is mijn vader nog coach geweest. En daarna ben ik naar de F, E en nu D. Wat vind jij het leukste aan het voetbalspelletje? Ja, je bent toch altijd in beweging. En het is echt een teamsport.
Ja, en wat voor een team waar je nu in zit, dat zijn talenten met elkaar. En dat speelt natuurlijk wel heel erg lekker, of niet, Figo? Ze zijn goed, maar ze zijn ook allemaal heel aardig. Je kan ze één op één aanspreken, maar je kan ze ook als team aanspreken. Ja, en jullie kaarten natuurlijk er tussendoor ook nog in de bus onderweg naar de tegenstander. Klaverjassen of zo, of een potje pesten? Ja, elke dag. Elke dag? Hey, 3 keer per week trainen, dat is ook wel lekker, hè? En ik heb dat voetenwerk, wat we net zagen. Ja, dat is wel goed, hè? Daar leer je wel heel veel van. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk voor het spelletje. Ja, het is heel belangrijk dat je goed fit blijft en zo. En daarom is het goed dat je ook looptraining krijgt. En dat je veel beweegt, dat is ook goed. Dat je niet alleen maar paas en trap doet, maar ook toch veel met je voeten doet. Ja. En vind je dat de jongens ook over het algemeen voldoende karakter hebben om zeg maar wedstrijden te winnen? Want dat is wel een van de belangrijke dingen. Ook die hele oude man, Piet de Visser, die scout, weet je wel. Ja. Misschien heb je dat wel voor DVS-TV gezien. Ook heel belangrijk vindt. Ja, als team hebben wij een karakter. We moeten gewoon elke wedstrijd winnen. Maakt niet uit hoe, of het nou eens een keer goed is, of het eens een keer met geluk is. Maar we moeten gewoon winnen. Ja, maar je gaat wel uit van het voetbal. Het opbouw van achteruit. Ja, dat is wel het mooiste, maar je moet ook willen winnen. En als het dan eens een keer niet met de opbouw gaat en je speelt een lange bal en het is counter, dan maakt het niet uit. Je moet toch winnen. Figo, ik zie het helemaal in je zitten. Dit komt helemaal goed. Ja, dankjewel. Tot ziens.